Yonji. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik eigenlijk terecht ben gekomen op Bandje 64. Ik weet nog dat ik alleen een host DJ was. Ja. En ik droeg platen voor DJ Moortje naar optredens. Zodat ik ook gratis die discotheken binnenkom. Je was te jong om binnen te komen. Ja, ik was toen te jong. Ik was, toen ik echt ben begonnen met muziek, was ik 15 jaar. Ja. En ik mocht bijna discotheken niet binnen. Dus door vanwege dat je mijn familie bent, jongen. Dus, en dan ben ik in Voltage gekomen. En daarna van Voltage. En ik gun jongeren als jij ook. Dus van Voltage werd het. Toen zijn we van Voltage naar Wildside gegaan. Ja. En bij Wildside is het begonnen te rollen met mij. Want Wildside. Voltage ging dicht. Ja, Voltage ging dicht. Vanwege een. Ik weet niet wat er. Schietpartij, ja, klopt. Okay. En toen zochten ze een andere locatie om het te doen. Dus toen werd het Rotterdam. Ja. En toen was het Wildside. Maar Wildside was 7 dagen per week open. Ja. En het was meer een house tent, dus mellow house. Ja. Maar omdat wij een locatie zochten, toen kregen wij 2 dagen per week kregen we in Wildside. Dat was op woensdag en op zondag. Ja. Op woensdag was striptease-avond, dus kwamen vrouwen strippen. Dus het was echt volle bak. En op zondag was gewoon bobbeling met DJ Moortje, DJ Memme. DJ Memme. En DJ Memme heeft Moortje binnengehaald. Ja, DJ Memme heeft dus. En wat gebeurt dan? Dus op woensdag had je meer DJ Moortje en op zondag had je meer DJ Memme. Moortje was er niet. DJ Memme had de zaal gekregen. Ja, en DJ Memme had het. Ja, daarom zeg ik, het klopt, maar. Dus en zodoende ben ik ook een beetje gaan rollen in dat. Dus hoe ik in Bandje 64 ben terechtgekomen. Kijk, door Moortje ben ik niet gevraagd. Maar nu hoor ik de waarheid. Zo ging het. Laat ik het even vertellen. Ja, vertel de waarheid. Zo ging het. Moortje wil op het moment, Moortje zegt, ik kom met MC Pester, maar dan wordt de bedrag voor die optreding die verzorgd moet worden. Verdubbeld, niet verdubbeld, vertrippeld. Dus 3 keer. Moortje is een glijperig. Dus op dat moment dat geld gaat omhoog. Dus bij wijze van spreken, hij krijgt 2,50 per optreden. Dan wordt het op dat moment 1200. Ja, 1200. Dat is kan je volgen? Dus maar dan, hij krijgt 50 gulden. Weet je wel? En ik krijg 200. De rest is voor Moortje. Weet je wel? Maar niemand mag met degene die organiseert praten. Alleen hij. Alleen hij. Weet je wel? Dus het is een glipperige manier. Ja. Dus laten we overgaan, want waarheid moet voor gesproken worden. We zijn hier voor waarheid. Voor jou, voor de kunst. Voor de kunst. In de kunst gebeurt er een heleboel. Ja. En wanneer de mens de kans krijgt om het naar buiten te brengen. Geen frustratie, het is geen frustratie voor mij. Maar het moet verteld worden. Ai, het doet pijn. Halleluja. Hey, het moet verteld worden. Hoe dat in elkaar zit. Kijk, dan heb ik weer. Ik vind het zo leuk. Want soms, wanneer beeldende kunstenaars zijn onderzoeken. Je onderzoekt wat je aan het doen bent. Ja. Je onderzoekt jezelf. En je onderzoekt ook degene die om je heen komt. Ja. Wanneer het warm is, dan weet je dat het goed is. Net nu is het warm. Ik heb de juiste persoon die ik met hem in zee ga. Is Mr. Stico. Weet je wel, dus het is heet, ja, het is warm, ja, ja. Er gaat iets ontstaan, iets nieuws. Dus ik heb gevoel om te gaan creëren. Stico is ook een creator op zichzelf. Dus wat zeg ik? Nou krijg ik 2 mensen die naar mij toe komen. Die zegt tegen mij, Pester, ik wil een documentaire over jou en Moortje maken. Dus ik maak geen stap als Moortje er niet bij is, zo ben ik. Ik ga niet achter je rug of ik ga niet spelen. Ik zeg, die man komt naar mij toe. Pester, jullie zijn heel interessant. Want een Amerikaan, die heeft ons stuk gelezen. Dus Wikipedia? Wikipedia. Ja. Die Amerikaan is helemaal verloren. Dus hij is het onderzoeker. En hij vindt dat, hij zegt, ik weet niks hiervan. Dus hij is dieper ingegaan. Hij is helemaal bezeten geworden ervan.
Die Amerikaan begint over te praten, begint het over, op school in Amerika over bobbeling te praten. Met zijn studenten. Er is een charme, een nieuwe charme, bobbeling. Jullie moeten naar luisteren. Dit, hij brengt die bandjes, laat ze luisteren. Weet je wel? Ja. Dus het werd interessant. Adeo, hoe heet het? Adeo? Dit shit. Ik heb een tas genoemd. Wat staat er hier op? Ik heb mijn bril niet op. Kan je dat uitspreken? Sinner. De sinner staat er op die gele ding? Ade. Ade. Ade is, dit is organiseren over DJ's in Amsterdam. Oké. Okay. Een soort magazine? Nou, nee. Het is iets wat er, alle DJ's van de wereld komt met een nieuwe charme van dingen. Dus wat gebeurt er? Dus het werd interessant. Ja. Op dat moment, dan kreeg ik, dus Moortje, die zat op Curaçao, die kon niet meer naar Nederland komen, want hij was met problemen en dit en dat. Weet je wel, dus die man komt naar mij toe, die zegt tegen mij, ik wil een documentaire over jullie maken. Ik zeg tegen hem, ik kan niks beginnen als ik Moortje niet bij heb, weet je wel. Dus ik ga niet achter Moortje iets doen, terwijl ik met hem, dus ik gun hem, het is gunnen. Hij is erbij, we hebben die bandjes gemaakt, dus dan wil ik het samen met hem doen, weet je wel, om over de bobbeling te praten. Nou, dit man, die komt met een berg goud. Weet je, hele grote berg, dit gaat gebeuren, dat gaat gebeuren. We nemen mee naar Amerika bij die man, we gaan die kant op, we gaan die andere kant op. Want het moet een super, nou weet je, dus dan denk ik, nou ja, praat maar. Hè. Weet je wel, ja, praat, geef me maar, hè. Ja, mag man, geef me die honing. Ja, je kwam echt met mooie verhalen, ja, man. Heb ik honing? Weet je wel, maar ik denk, weet je, de gesprek, dan weet ik al, hij kan het niet klaren. Maar laat ik maar met hem in zee gaan om te kijken of hij het kan klaren. Ja, je wordt betaald een week. Weet je wel, iedere week dat de opname gemaakt wordt, wordt betaald. Iedere week wat we ook doen, dan krijg je salaris. Dan krijg je dit. Geen probleem. Ja, ik weet al dat het fop. Ja, maar bobbeling is, dat is bobbeling. Ja. Ik geef je gewoon. Het is niet ontvangen, maar geven is belangrijker dan ontvangen. Ja. Weet je wel, dus dat speel ik. Ik speel erop. Dan komt er, Kees de Koning heeft daarvan gehoord, maar Kees de Koning wil het ook, die documentaire maken. Dus die mensen van AD willen ook die documentaire maken. Maar die gozer die mij, het was een Curaçaona, die bij mij is gekomen. Ik geef hem mijn woord, ik ga 100% met jou in. Weet je wel, want het is een jonge gast die ook weer documentaire terreur wil worden. Ja. Dus ik gun hem met zoiets wat ik gecreëerd heb. Ja. En het is alleen Moortje moet ik bijhalen om hem op dat moment dat te geven. Dus ik wil hem geven. Ja. Hij heeft me benaderd voor als eerste persoon. Dus ik denk ik ga geven. Dus ik probeerde alles. Want Moortje kon er niet meer van Curaçao naar Nederland komen. Hij had een probleem. Ja. Dus ik denk, ik ga naar Curaçao. Als ik op Curaçao kom, Moortje verdient 150 gulden per optreden. Als ik daar kom, is 2.000-3.000 gulden betalen ze mij om een optreden te doen. Dus op dat moment, als ik Moortje bijhaal, dan zorg ik dat Moortje ook waardig betaald wordt. Ja. Want daar gaat het niet om Robbedop spelen. Het is iedereen spelen die Robbedop muziek daarop kunnen zou. Dus Moortje is niks om Robbedop te spelen. Dus dan pakken ze DJ Moortje, die is overleden. Renzo. Renzo die had de markt daar op Curaçao. Ja, klopt. Okay. Renzo laat me komen, ik speel met Renzo. Ik speel niet met Moortje. Ja, die weet hebben ze doodgeschoten. Renzo die betaalt, die krijgt het betaald. Moortje krijgt het niet betaald. Dus op het moment dat ik daar ben, Moortje is daar aan de grond. Dus ik zeg Moortje, geen probleem, ik doe het. Diane die organiseert feest, Diane betaalt 3.000 om op te treden. Ik zeg Diane, nou ja, betaal Moortje ook goed. Nou, de Moortje krijgt. Want het is op het moment dat ik op Curaçao optreed, het is rijen van mensen. MC Pester is het. Dus het is, de zaal wordt, het is uitverkocht. Die mensen drinken champagne, die mensen. Het is net als in Nederland, zo gaat vrouwen gaat er uit een bol. Ze weten, ze worden geëntertained. Ja, tuurlijk. Dat is het belangrijkste. Dus op dat moment dus, Moortje, zijn prijs gaat omhoog. Weet je wel, maar het is gunnen. Het is de laatste woord die hij ook in de documentaire. We moeten elkaar gunnen. Maar wie gunt hij? Ja. Weet je wel, dus dan op dat moment. Kees de Koning wil ook die documentaire. Maar Kees de Koning, die wil ieder talent op dat moment voor een maand, voor een jaar gebruiken. Dus dan teken je bij Kees de Koning, dat is één jaar. Eén jaar haalt hij die saus van jou uit. Daarna kan je nergens meer optreden. Ja.
niks. Dat kunnen wij allemaal onderzoeken, wat ik hier nu vertel. Want ik heb geen angst voor niemand zo. Ik heb geen angst in beeldende kunst en alles. Dat is MC Persson. Ik laat het gebeuren. Ik onderzoek mijzelf. Ik onderzoek wat er met mij gebeurt. Ja. Dat is wat ik geleerd heb. Dat is wat ik voor gestudeerd heb. Om voor op het moment dat ik praat of iets zeg, dat het 100% is wat ik vertel. Ja. Want ik heb niks nodig van niemand. Ik werk, brother. Ik werk heel hard. Als artistieke mensen, je moet heel hard werken. Ik hou van werken. Ik hou van dit te doen. Vooral als je dus creatief bezig bent. Creatief. Ja. Dus ik hou, het is iets die mij, weet je, ja, mij alles. Ja. Weet je hoor, dus op dat moment, het interesseert me niet. Want ik stap op mijn beelden, ik maak mijn beeld, ik stap op mijn schilderij, ik maak mijn schilderij. Ik schrijf, ik kan schrijven voor anderen. Ja. Dat wil ja, ik ja, ook niet. Ja. Weet je wel? Dus op dat moment dan zeg ik, nou ja, ik kan person trainer worden, weet je wel. Ik kan alles worden wat ik wil, maar wat ga ik voor op dat moment? Wat weet is jouw passie? Dit, ja, welke wil ik kiezen voor, ja, om te doen op dat moment? Weet je wel, ik heb ze al bereikt, ik weet hoe het in elkaar zit. Weet je wel, dus dan zeg ik, nou ja, ik ga zitten met Kees de Koning. Nou, beleuk, die gouden berg komt weer voorbij. Ah, dat is, dan zeg ik, ja, nou ja, jij wil het graag hebben. Jij wil het graag hebben. Jij hebt het niet. Het is niet van jou. Het is niet van Moortje. Maar jij wil het hebben. Weet je wel? Nou ja, jij wil het hebben. Nou ja, ze hebben gevochten met elkaar. Dus op dat moment, Kees de Koning zou het doen. Maar ik zeg, nee, je gaat niet met Kees de Koning. Ik weiger. Dus Moortje kon ook geen stap maken, want Moortje heeft niet alles. Dus Moortje is afhankelijk van mij. Net als zo dat ik kan zeggen, ik ben ook even afhankelijk van hem. Want hij was de DJ. Nee, ik maakte hem de DJ. Want het was op een dub. Het is, weet je wel, het is Chappie Pokoe. Chappie Pokoe. Mooie plaat. Ja. Maar ik heb uit respect nooit op Chappie Pokoe zijn plaat gezongen. Uit respect. Want als Chappie Pokoe naar mij toe bent gekomen, Persson, ik wil iets met jou doen. Dan hadden we muziek, ja, echte muziek anders, die ja, hij maakt, ja, met echte lyrics wat ik creëert op dat moment. Wil je ruzie met je familie? Weet je wel, DJ Madman, die heeft nooit niks geschreven, broer. Net zoals Travassie. Travassie, Poppy Hoven, Lolly, die heeft niks geschreven, broer. En hij werd omgedraaid ook. Nee, Poppy Hoven, het is een mix van Antilliaanse jongen, maar Poppy Hoven, Lolly is niet van jou. Nee, Poppy is Antilliaanse jongens. Begrijp je dus, het is een mix. Weet je ook, van mij en hem. Ja. Maar op dat moment, zonder te vragen. Dan doe je. Wat dan heb je Def Rhyme. Ja. Een hele arrangement van Def Rhyme. Die al die woorden die Def Rhyme gebruikt hebben, is gewoon de Papi Mens vertaal in Nederlands. Het kaliber, hetzelfde fucking shit. Dan noem maar op, brother. Dus dan is het op dat moment, dan moet ik stoppen, want de creativiteit is, dan moet ik bevechten. Dus dan kan ik niet meer het gevoel hebben om lyrics te schrijven. Maar eigenlijk, als ik het goed hoor en begrijp en zie, dan waren jullie een dikke inspiratie voor hun. Ja, en dat hebben ze zonder, laten we zeggen, omdat vroeger was alles nog niet, laten we zeggen, dat je alles vast kon leggen. Wij waren ook niet daarmee. Wij waren allemaal zwart deden. Nee, het was niet zwart, het is gewoon. We waren aan het creëren, het is nieuws. Ja. En we weten niet, want de house was op dat moment de bom. Dus die muziek die kon er niet doorkomen bij house. Dus het bleef tussen, dat zeggen ze ook altijd, zij is van die apen. Juist. Maar toen dat tijd was ook de vieze, gaber heel erg. De gaber was heel erg. Met Australische trainers pakken en zo. Maar dat hebben ze een kader gemaakt. Ja. Als het niet een kader was, dan konden ze ook niet verder. Er was een dans, er was een muziek, er was een zang, er was een poster. Dus die kader is, dit kader staat. Ja. Ze hebben die kader omhelst. Ja. Overal waar je bobbelen ziet, dan zie je vrouwen met zware kont, gebeurt en dit, maar mensen lopen, dan zien ze dat, dan zeggen, oh, kijk, wacht. Is dit bagger? Of wat is dit? Ja, het is die apen weer met een ding. Dus op dat moment, het wordt niet
Het werd niet gewaardeerd. Niet gewaardeerd. Dat hoor je ook in die liedje van remix van Willy Russe. Weet je, we zijn die zwarte apen. We zijn scheid. Weet je, dat hoor je ook in die remix van Willy Russe en zijn familie. Dan, we zijn die zwarte asociale die je dochters komen halen. Kijk, we gaan verder. Begrijp je? We gaan verder. Dan op dat moment is Kees de Koning daar. Dus de gebruiken en misbruiken van talenten. Weet je wel, dus dan ik teken niet. Ik heb niet getekend, dus dat is op dat moment, DJ Moortje zit erbij, dus dan automatisch die documentaire, met die documentaire, die gozer die ik vertrouwd heb, die werd ook op dat moment door Kees de Koning werd hij geaccepteerd om het te doen. Ja. Dus hij moet naar de pijpendans van Kees de Koning en hij moet Moortje proberen te maken, maar Moortje heeft niks. Het is niet van Moortje, want je hebt niks. En die gasten die kwamen praten in de documentaire hebben ook niks met Bobbelin te maken. Ja, dus ik ken ze. Je hebt die documentaire gezien? Kijk, zeker weten. Kijk, het is dingen gebeurd dat wat er een flop moet worden. Ja. Het is een flop geworden, want op het moment dat ze die beelden van mijn performances zijn gaan pakken van andere opnamen die ik deed in de eerdere jaren. Van wie is MC Preston, wat je nu vraagt. Ja. Wat heb ik gedaan? Dus een hoop tv hebben ook documentaire van mij gemaakt. Kleine documentairtjes van hoe ik in het kunstwereld aan het bewegen waren. We zijn begonnen met de ochtendstressbreken. De stressbreken deed dinges. We werden tweede, altijd tweede. Je mag niet eerste worden. Weet je wel, dus dan op dat moment komt de tv ook om te weten. Ze weten dat je de eerste moet zijn. Ja. Dus dan komen ze toch om een klein stukje documentaire van jou te maken. Dus mensen zijn die documentaire, dus die documentaire maken, die is dinges gaan pakken daar zo. Dus waarom is de film nou weg? Vanwege dat ze heel veel geld moet betalen, want de mensen die dit kleine stukjes van mij gemaakt hebben, die ze in het ding verwerkt hebben, die vragen heel veel geld om dat te kunnen tonen. Ja. Begrijp je? Want dat zijn hun beelden. Dat zijn hun beelden en hun zijn er niet meer in het branche van tv, dus dan zijn ze ontslagen, maar dan hebben ze rechten. Ja. Maar kijk, ik heb geen recht. En dat bedoel ik van, wij waren nooit in die rechtensysteem. Ja. Laten we zeggen, qua film of muziek of lyrics of beats. Wij waren niet zo. Wij waren met creativiteit bezig, creatiekunst. Ja. Je maakt je beeld. Ja. Weet je wel? Die pakken het gewoon. Ja. Precies. En dat maken ze ook gebruik van. En dan eisen zij, wel de recht. Ja. Maar ik, als de kop, de voornaamste beeld daarin, heb helemaal geen fucking recht. Ja. Dus dan is het op dat moment, dan zie je hoe het gaat. Dus maar ja, Kees de Koning wou het. Weet je wel, dus Kees de Koning legt het geld neer. En dat geld ging. Kijk, we hebben de plakken. Ja. Moortje eiste op dat moment dat ik niet in plakken kom. Nee. Want het moet voor het Moortje zijn, niet voor mij. Weet je wel, dus Moortje wou niet naast mij zitten om in te plakken dat ik mijn stukje met deel, want het is mijn deel, het is aangesloten tot de documentaire, dus is dit liedje plakken gekomen. Ja. Maar er zijn mensen die ingekomen zijn die van de bobbeling scene moet gebruik gaan maken. Dan krijgen we ook wie dans erin? Ik dans erin. Ja, wie dans erin? Plakken. Psycho. Psycho, wie was? Dan zie je Busy ook erin. Busy. Halleluja! Dan zie je dat in. Ik heb niks. Ik vind het leuk voor de rest die erin zit. Ja. Het is niet, ik heb gezongen voor mijn documentaire. Ja, ja, ja. Het is niet Moortje heb gespeeld voor die documentaire, voor de plaat voor documentaire. Het is Party Squad. Die heeft een beat gemaakt, een dub gemaakt. Aatje heeft gezongen. Ja. En Campy. Ja, klopt. Hey, give me a break. Ja, Atje is wel van die tijden van Bobbeling wel. Hey, give me a break. Give me a break. Ja. You understand? Ik had ook zelf zoiets van, waarom rap jij er niet in? Give me a break. Hij wou het niet. Wie wou het niet? Moortje wou niet dat hij erin ging rappen. Moortje wou niet dat ik erin... Daarom is het alleen maar die ene kleine stukje op het einde. Die intro. Dat ik die outro moet zingen om toch erbij te horen. Begrijp je? Want ze hebben toch gezegd, beste moet er toch in. Ja. Dus Moortje maakte dat ik er niet in mocht. Kijk, op het moment dat je
niet de waarheid wil spreken en je speelt en je denkt dat jij het bent, en dan ben je verkeerd bezig. Hey, ik mocht er ook niet in. Ik zit ook op bandje 64. Ja. Ik wist niet eens dat er een clip werd opgenomen. Ja. Totdat hij naar mij toe kwam en zei, ja, binnenkort komt een nieuwe clip met Party Squad uit. Maar daardoor is dit die documentaire is een flop geworden. Want kijk, ten eerste... Het ging niet over bobbeling. Het ging gewoon over moordje. Ja. Het ging over moordje en die artiesten die kwamen praten, Busy. Volgens mij, Busy was toen die tijd in bobbeling in Luiers. In Luiers. Lopen in Luiers. En dan praat hij nu met moordje, dan zit hij daar te draaien zo. En te zeggen van, nou ja, hij wil die geile. Maar hij durft niet MC Persen te noemen. Is shame zo. Is echt, kijk, in die podcast interview hoor ik ze zeggen dat ze ook een film willen gaan maken voor Willen Ruzie met je familie. Ruzie met je familie. Dus wie wil je erin laten spelen dan? Ja. Busy? Nee. Moortje? Ja, nou ja, in Hindustan. Of voor Hindustan? Nee, in Hindustan, die verliefd is op een meisje. Maar dat is jouw clip. Ja, begrijp je? Dus, het is erg geworden hoe die dingen in elkaar gaan. Dus maar, zelf die gozer wist niet dat Willy Ruzie met je familie niet van Moortje was. Hij wist het niet, totdat hij heb hem gezegd. Ja, want Moortje woordje maar die gozer durft ons niet meer, want hij heeft hem, die gozer, een e-mail gestuurd voor rectificatie van hoe het echt is. Maar die gozer draait de hele tijd eromheen. Nee, want het is zo, Moortje doet alsof Moortje zegging heeft over mijn liedjes. En Moortje zegt tegen de mensen gewoon, ja, neem het maar, geen probleem. Defram heeft hier hetzelfde meegedaan. Doe maar. Weet je wel, ja, een pers kan het is mijn ding. Doe maar. Weet je wel. Maar dat liedje van jullie is op Facebook, Wil je ruzie met je familie, is hij best wel viraal gegaan. Nee, ineens is ze zwanger. Is, of ineens, ja, die bedoel die ik. Is die, viraal die is echt gegaan. Ineens ja, geëxplodeerd. Het was een site die een super slecht deed. Ja. Die heeft zo'n account op Facebook. Ja, ja. En die gaat op YouTube af en dan kijkt hij... Kijk, naar slechte nummers. Maar zonder te weten dat wij in die bobbelen zien bekend zijn. Dus toen hun die liedje van super slecht erop gooiden van dit is echt een slechte nummer. En ineens ging het, want toen het op YouTube stond het op iets van 100.000 views. Ja, op YouTube alleen al. Hè. Ja. Maar sinds die sinds super slecht het hebben dingen, is het bijna 2 miljoen keer bekeken en 300.000 keer gedeeld. Dus zo zie je dat die liedje is niet alleen in Nederland viraal gegaan, maar wereldwijd. Ja. Ja. En daardoor willen wij ook samen met Stico een remix gaan maken van. Juist. Dat is de volgende vraag. Ja, weet je, er komt sowieso een remix van Zwanger komt sowieso. Oké, mooi. Maar het ergste is van, weet je, dus als je niet een producer achter je hebt, nee, geen producer, dus iemand die het kunnen brengen. Dus, eigenlijk, belangrijk is een goede management team. Ja, eerlijk of... Nee, we hebben het nodig. Kijk, maar iets wat, in die richting ja, wat jullie kan leiden. Ik zeg altijd, wat een manager kan ik zelf ook. Ja. Een telefoon opnemen, een e-mailtje sturen. Je wil mijn manager zijn om die 10% te pakken? Ja. Nee, maar wacht, luister. Nee, maar het gaat nog verder dan dat. Ja, maar luister. Het gaat verder, het verhaal, hoe verder het gaat, wat is er het probleem? Als men altijd slecht over je gesproken hebben, dus dan krijg je op dit moment dat niemand jou vraagt om te komen om op te treden. Niemand laat het lopen waar het in feite moet lopen. Ja. Je mag niet op tv komen met die liedjes. Je mag niet op dingen... Kijk, op dit moment is, als je ziet wie er allemaal nu het ritme, het dub aan het gebruiken zijn, maar noem ze maar op. Ronnie Flex, SFB. Denk je dat ze op dit moment op MC Pastor gaat zitten wachten of Problem Child? Ja, om een future of wie de, weet je dus. Ronnie Flex is zelf naar de bachata gegaan. Ze maken die open. Kijk, ze dus maken. Dus wat de fuck zijn we mee bezig? Problem. Ze maken die deur niet open. Begrijp je dus, want je hebt een naam gecreëerd, dus de men hebben een naam voor jou gemaakt. Men hebben een naam voor MC Pastor gemaakt. Men praat over van als je MC Pastor in die optreding verwerkt, dan komen de
degene die misschien gaat schieten. Ja. Dan komen de criminelen, dan komen dit, dan komen dat. Maar iedereen is die krap aan het goud van MC Pester. Ja. Weet je wel? Maar dan geven ze weer dezelfde teksten, of nog ergere teksten, dan mij. En mensen gaan gewoon daarin zonder probleem. Ja. Maar je hebt al een image. Ze hebben al een image, ze hebben een image voor je gecreëerd. Ja. Ze hebben je al in een box gestemd. Niet wie je bent, want ze weet niet wie ik ben. Dat ik leraar, dat ik docent ben, dat ik... wie is die man? Ja. Maar waarom ben je, heb je die image? Omdat je de eerste was die dat hebt gevraagd. Ja. Dus mensen snapten dat niet toen ik thuis was. Ja. En steeds blijven ze wijzen. Dus op het moment dat je mee leer ik stil. En ik zeg Travassi, wat ben je aan het doen? Oh, die man is een kookgebruiker. Ik rook niet eens, brother. Ik was, weet je wel, ik bokste. Weet je wel, dus what the fuck? Ja. Ken je mij? Weet je wie? Heb ik ooit met jou gerookt? Heb ik ook met jou gezeten en gesnoven? Dat je kan zeggen, hey, die man heeft gesnoven met mij. Precies. Weet je wel, dus Travassi. Travassi, heb ik met jou ooit gezeten? Snijven, zwaar. Pester, we gingen wel los in de jaren 90. Ja, no. Maar dan is het op dat moment, what the fuck. Niet met dat, maar... En dan is het op dat moment, dus dan creëer je iets. Dus dan zeg ik tegen Def Rhyme. Def Rhyme, luister, we zijn, weet je wel, we kunnen samen iets doen. Weet je wel, ik heb met Nobi, met de Def Rhyme, met dinges gezeten om liedjes te gaan maken. Die man draait om, gaat weg. Verkleed mijn hele lyrics. Ga alleen mee vandoor. Terwijl we gesproken hebben met elkaar, we gaan samenwerken. Fuck man. Wow. Def Rhyme kan het ook zeggen hoor. Hij kan het ook zeggen. Want nu is het een beetje cool, dus hij kan het ook zeggen. Def Rhyme is ook in die jaren van de Bobbeling. Ja, in die jaren Bobbeling, want maar hij was ook hip-hop toch? Ja, nee, maar hij was MC toen in Imperium met het Bobbeling, was hij MC. Toen ging hij altijd praten. Ik ga roddelen! Roddelen, maar hij was niks met de Bobbeling. Nee, hij was MC, Bobbeling. Dus hij was. Dus, was niks met dus wanneer een Bobbeling party was, daar in Imperium. Nee, hij kreeg een kans op. Dat kwam hij gewoon, luister. Ja. Kijk, jij was niet zo vaak in Imperium, ik kan dit vertellen over jou. Nee, maar op dat moment... Nee, luister, in Imperium, die tijd, laat me vertellen. In die tijd van Imperium was Def Rhymes geen zanger. Ja. Def Rhymes was gewoon een entertainer. Hij kwam de podium op. Alleen die wacht, laat me even uitpraten dan. Dus hij kwam de podium op, zeg maar, als een artiest was die moest optreden, dan was hij de man... De voorspreker. De voorspreker, hij zegt... Oké, dames en heren, hoe voelen wij? Wij hebben vandaag... Weet je, hij was een soort hyper. Ja. Weet je, en wanneer die mensen... zeg maar, wanneer de artiest die moest optreden te laat was... of het nog niet was, toen ging hij zijn ding doen. Mm. Toen begon hij... toen zegt hij, ja, we wachten op die en die, maar... Weet je, en toen begon hij, ik ga roddelen... want dat heeft hij ook op zijn cd gedaan. Ja. Weet je, zo is hij begonnen. En daarna is hij... nadat Imperium... Nobi toen hij bij Nobi gegaan. En daarna is hij gaan zingen. Maar hij was Dugu, echt... Dugu, die is ook Dugu, de liedje. Toen de kwam Dugu uit. Het was de liedje van die jongens van de Amsterdam. Hoe heet het? Appelsap? Nee, niet Appelsap. Hoe heet die groep weer? Die heb met de politie... Spookrider. En Spookrider had ook gefeatured met Def Rhyme. Want Dugu was van Spookrider. Okay. Maar ze hebben het even gezongen, maar niet verder uitgebracht. En Def Rhyme zat ertussen, die hebben het op dat moment ook... daar hadden ze ook heel veel problemen mee dus. Maar ja, dan op dat moment dus het gevecht werd. Het was geen creatief meer. Geen creatief, dus dan de ene... Begon met iedereen begon andere, te pakken, steeds pakken gewoon die, pakken. Pakken die, pakken daar en iedere keer weer. Dan moet je die aanspreken, dus dat was geen lol meer aan. Ja. Weet je wel? Maar ja, je hebt nog meer vragen. Dus we zijn daar blijven hangen. Oké, we hebben het grote gedeelte gehad. Nu mijn vraag natuurlijk is, hoe is het ontstaan dat de mannen eigenlijk begonnen te dansen? Ah, nou kom je. We hebben de vrouwen duidelijk gehad. Duidelijk gehad. Ja. Maar ik heb aan meerdere mensen gevraagd en niet iedereen kon me echt letterlijk aanspreken. Die vraag kan je toch zelf beantwoorden? Nou, toch? Laat die man naar voren komen. Laat die man. Geef hem een applaus. Geef hem een applaus. Kom binnen. Kom hem daar. Ga daar zitten. Kom binnen. Laat hem maar eens komen zitten. Hey, kijk. Waarheid moet gesproken worden. Waarheid moet gebracht worden. Waarheid moet...
Wacht. Ik heb alles geef op... Geef hem die ding. Nee. Je lijkt net Zwarte Piet, maar Sinterklaas. De zaak van Sinterklaas. Dat klinkt niet. Ja, krijg je snoepgoed, jongen. Ik ben aan het zoeken, maar... waarheid moet gezegd worden. Je krijgt snoepgoed. Er is geen censuur, hè? Je gaat niet censuren, hè? Niks censuur, anders zoek ik je op, broer. Ik haal hem eruit. Ik bibber helemaal. Geef hem. Hou je bek, jij. Deze cd had mijn vader. Had je vader? Ja. Moet je nagaan. Nou, kijk. Weet je wat het mooie is? Dit is geen 3 maanden in een huis opgesloten. De platen spelen, pit. Erin gehalen met de schroef draaien om sneller te laten lopen en dit en dat stiekem. Hoe heb je dit gemaakt? Ik heb dit zo heel lang in mijn handen gehad, man. Nee, is het zo? Dit is de real one. Deze ken ik. Ja. Deze, toen ik deze zag, dacht ik, oké. Dus hier doen die vrouwen die... Ja. Nee, de vrouwen niet. Nee, hier niet. De mannen dansen. Dat dacht ik. Nee, de vrouwen willen dit niet dansen. De vrouwen willen dit niet hierop dansen, de vrouwen niet. Dat is te snel voor dat, ze. Nee, ja, dat klopt. Toen zeiden ze tegen Moortje, wegwezen jij. Ja, en toen kwam Meme heel hard, keihard. En van wanneer is deze... Maar je naam staat erop. Mijn naam staat erop, alleen... Ja. Weet je wat het is? Die erkenning heb je niet gekregen. Nou ja, kijk, als je eerlijk bent, iedereen die een cd koopt, weet je, zet dat ding erin. Je verliest je hoes, weet ik veel wat. Ja. Mensen gaan niet kijken van, weet je, graphics en dat soort dingen. En ik neem mensen ook niet kwalijk, weet je, dat is het ook niet. En heel weinig mensen weten dat ik het heb gemaakt in een weekje. Dat weten heel weinig mensen. In één week? Ja. Op wat? Op de computer? Op de computer, ja. En dat is de versnelling probleem. Dat is de versnelling die er is wat hij op de computer gecreëerd heeft. Ja, dit was een beetje een commerciële versnelling. Ja. Want je hebt ook nog de underground tapes. Ja precies, gewoon, die bedoel ik. Die zijn gewoon harder, weet je? Ja. Maar dit was, laten we zeggen, de eerste commerciële... Dit was de eerste commerciële... CD. Ja. Ja. Dus en wat we zeggen qua als speedbobbeling, voor het publiek naar buiten publiek eigenlijk naar buiten, is gebracht. De andere dingen wat er eerst waren, waren de mixtapes en de battle intro's. En de battle intro's. Die waren, meer in de underground al bezig, toch? Ja. Dus, en ik wilde gewoon met deze, dat iedereen ging raken. Ja. Snap je? En uiteindelijk is het ook gebeurd, ja. Hoe ik zo na 20 jaar, 25 jaar, 25 jaar ja, klopt. Dan hoorde je wel verhalen van ze aan, deze heeft me echt geraakt, weet je? Dus dan merk je van, het heeft veel mensen gepakt. Alleen veel mensen weten niet, niet dat ik het heb gemaakt. Okay. Dat weten veel mensen niet. Ja. Nee, ik wist het. Sinds de dag van vandaag eigenlijk. Als ik mensen spreek, want ik praat er niet graag over. Ja. Ik ben niet iemand die zegt van, ik heb hem gemaakt inderdaad. Alleen, nu heb je internet. En de hele bobbeling scene is de laatste 4 jaar. Mensen willen, weet je. Het is weer aan het groeien. Het is aan het groeien. Ja. Waar komt het vandaan? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dit? Weet je? En dan moet je met je kop ook op internet. En wat vind je van I Am Back 2? Wat ik van vind? Het is niet wat het was. Als iets goed is, is het goed. Als iets slecht is, is het slecht. Maar ik heb hem geluisterd. Die kan deze niet overtreffen. Nee. Ja, het is een andere tijd. Maar ik denk dat bij deze gewoon een heel ander gevoel bij zit. Dan die Aanbeck 2 van nu. Ja, ik denk ik denk dat de producer niet van de bobbeling tijdperk kan. Ja, dat klopt. Dat en plus, hij heeft veel urban erin gebruikt. Ja, dat kan. Maar ja, misschien willen ze het naar een ander level brengen. Nee, maar die urban kan je niet combineren met die bobbeling. Vooral niet als voor intro om te dansen erop. Dat gaat niet. Nee. Dat gaat niet. Het moet echt die bobbeling shit of dancehall. Ja, dat klopt. Ja. Weet je, je kan niet, want op die I Am Back 2 hoorde ik die liedje van Casablanca. Met die bobbeling. Dat ging niet. Nee, weet je wat ook weet is? Weet je, want ik heb die hele cd, ik heb hem op een stick. Ik kan hem zo in jou geven, je download hem zo op je computer. Kan je zo luisteren. Ik zeg eerlijk, ik heb heel die cd geluisterd. Hij is gewoon bagger. Ja, oké, weet je, wat ik wel vind Hij is bagger. Want hij heeft hem nog gedraaid voor jullie om te dansen toen
in Paard met Voltage toen dat wij ook waren. Heb je hem gedraaid? Want hij heeft mij gezegd, ik heb verrassing voor Chucky, ik heb verrassing voor die, ik heb verrassing voor die. En toen jullie kwamen om te dansen, heb je die CD, die I Am Back, twee heb je gedraaid. Hoe vond je, hoe dansen erop? Kijk, op deze zou ik zeggen, op deze I Am Back zou ik zeggen, je kan je kunstjes laten doen wat die gasten dansen vroeger, bobbelinnen zoals Psycho en dit en dat. Maar die ene I Am Back van nu, die tweede, nee man. Ja, uiteindelijk had Stico een mix voor mij gemaakt en uiteindelijk hebben wij daarop gedanst. Oh ja, voorbij. Ja, we houden niet meer op... Ja, die I Am Back 2 denk ik, want het was een battle CD? Hij noemt het een battle CD. Hij noemde een battle CD, maar dat was het niet. Nee, het is geen dit kan je meer een battle CD noemen. Ja, het heeft elementen. Nee. Weet je welke liedje? Ik zeg je dat er een battle liedje is die hierop zit dat een battle liedje. Want deze CD heb ik ook. Ja. Jamaican Girls kan je als battle gebruiken, want hij begint ten einde. Weet je? En Klaasman en The Score. Ja. Dat zijn de enige liedjes die ik zeg dat je op kan battelen. Want ik heb mensen ook zien battelen. Ja, ik zie het nu ook. Op Jamaican Girls vooral. En op die Klaasman en Nobody Got Hurt. Kunnen we een stukje horen? Van deze? Ja, even de... Maar luister, dit is de Battleman. Dit is ook weer iemand die creëert. We praten over creëren in het bobbeling. En weet je wat het mooie is? Dat ik heb het bobbeling naar buiten gebracht. Met het dansen van de billen van de vrouwen. En hij heeft het gemaakt dat de mannen tegen elkaar gaan battelen. Weet je wel, en dat is creëren, dus verder doorbouwen. Dus daarom zit ik hier, zit ik naast de man. Het is degene die het gecreëerd hebben en geproduceerd hebben en het ook weer mooi cadeau gegeven, zwaar. Gewoon cadeau. Hé, hey, maar geen vallen met mij hoor. Ja. Bobbel, 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 wij zijn door die bobbel.